Dit is een bijzonder moment. Want zometeen zijn we niet alleen op Radio 3, maar ook op 4. Kijk eens aan, daar heb je Rob van de radio. Robby, hoe is het daar? Heel goed. Ja, ik moet zeggen, ik heb 2 uur supergoed geslapen. En het mag allemaal de pret niet drukken, dus ik heb er zin in. Laat maar komen. Luister lekker mee naar Rob van de radio. De sfeer die is weer top. De hele week een dolle boel. En hij zegt voor het goede doel. Zo weer een plaatje op. Ja, en dat plaatje, dat is een bijzonder plaatje. Dat is niet iemand die zomaar even heeft gebeld. Dat is onder leiding van Jet Backhout normaal. Maar die is ziek, dus Willem de Vries die zit op dit moment in de studio van Radio 4. Daar horen we, als het goed is, nu nog wat muziek van komen. Kijk, dat is de muziekfabriek. Ja, Willem, goedemorgen. Vikingur Olafsson speelde opening uit Glassworks van Philip Glass. En dan nu even iets heel bijzonders. Op dit moment hoor je hetzelfde op 3 FM en op Radio 4. En zijn we voor even één station. Goedemiddag Rob, mijn collega Jet is vorige week een actie gestart om met alle luisteraars een klassieke plaat aan te vragen. En dat hebben we geweten. Jet zit helaas in quarantaine, maar we hebben een verbinding. Absoluut. Jet, vertel me eventjes, hoe is het gegaan? Ja, Rob, goedemiddag. Willem, goedemiddag. Jet. Rob, hoe is het daar? Ja, goed. Ik had helemaal niet verwacht om hier nog te spreken. Wat leuk. Ja, op dit moment zijn wij Radio... moment zijn we Radio 7. Dat zijn we. We zijn 1 NPO-radio. Wat goed, vertel. Nou, het is ongelooflijk, Rob. We hebben hartverwarmende reacties gekregen op onze actie. We wilden een klassieke plaat aanvragen voor Serious Requests. Er zijn luisteraars die hun energiekosten hebben gedoneerd, kerstkaarten een jaar overslaan en dat hele budget hebben geschonken. En vooral heel veel mensen die het waarderen dat we even uit onze muzikale bubbel zijn gestapt en samen met 3FM de schouders onder hebben gezet. Ons streefbedrag was 1000 euro. Maar ik kan je vertellen, Rob, het bedrag dat wij namens de Muziekfabriek en de luisteraars van NPO Radio 4 doneren is 7.980 euro. Oh, ik wou iets zeggen, maar dat kan helemaal niet op Radio 4. Dank jullie wel, mensen buiten luisteren, over iedereen die luistert naar Radio 4. Het is het glazen huis. Als u nu denkt, wat hoor ik allemaal voor een... ik zat net lekker naar de Muziekfabriek te luisteren. Ik ben Rob van de Radio. Goedemiddag. En wat fijn, Jet, dat je dit hebt georganiseerd. Dat bedrag, fantastisch. En ik zou ook willen zeggen dat als u nu luistert en u heeft kinderen of kleinkinderen, of je bent net als ik 34 en luistert ook heel vaak naar Radio 4 in de auto. Goedemiddag. Geef en breng licht in het leven van een vergeten kind. 3fm.nl/doneer. Dat is op dit moment de website die wij hebben opengezet. Dat is 3fm.nl/doneer. Daar mag eigenlijk elk bedrag op. Er is geen limiet. Dus open je hart, zou ik zeggen. En er zijn kinderen die worden uit huis geplaatst. Die komen bij een pleeggezin. Die hebben een lichtpuntje nodig in hun leven. Die hebben een momentje nodig waarop ze even echt kind kunnen zijn. En dit klinkt super sentimenteel en nep, maar dat is het helemaal niet. Dat meen ik echt. Ik heb kinderen gesproken in Delden. Een jongetje van 9, die was al bij zijn derde adres. En die is pas 9. En dan is er zo'n stichting. En die zorgt dat hij Deen, want zo heet hij, die komt straks hier ook langs, dan een dagje naar de Efteling kan. Of dat hij voor 10 euro al een vriendenboekje krijgt, waar hij op zo'n dag met andere kinderen een fotootje in kan plakken. En daar hij dan later op terug kan kijken. Dus als u nu luistert en denkt, ik wil nog iets moois doen aan het eind van het jaar, ga dan naar 3fm.nl/doneer. En help iedereen hier in het glazen huis bij 3FM. En help uzelf en help al die 100.000 vergeten kinderen in Nederland. En maak er met z'n allen een prachtig mooie kerst van. Jet, dankjewel voor het aanvragen. Mooi gesproken, Rob. En mogen wij dan nu die klassieke plaat horen op 3FM? We gaan hem op 3FM en op Radio 4 draaien. Dat is te gek. Jeu d'enfant van Bizet. Dat was de keuze van onze luisteraars. Thank you.
Jeu d'enfance op Hilversum Radio 3 in Zeegroot. Het is een mooie dag in Amersfoort en u kunt luisteren naar Carly Rae Jepsen met Call Me My Bae in Fies.